Even vervelend voor de Thijs Blaspen, die zijn trappeltje kwijtraakt. Net voor de stap weg viel en moet daar dan de achtervolging in gaan zetten. Lijkt het verder aan BMX die vooraan gaat met Toon van der Berg. De hele dag al sterk hierop, maar dat geldt ook voor Van Uden. Die gaat ook helemaal wel lekker door en hij heeft een tweede positie in handen. Dan gaan we kijken naar de Flying Devils, die daar de derde overneemt van de vierde man. En die is niemand meer dan de Jets Dijkmans, denk ik, op die hoge plaats. Oeh, en dan wat meer spannend worden tussen 3, 4 en 5. Daar zitten nog een kop op elkaar, maar vooralsnog is het de 165. Maar Horus Riemen die daar dan het snelste lijkt te zijn. We komen aan een aanhoudtje van de 160.